Enerzijds het repertoire van Cervantes in Don Quixote, dat iedereen kent, dat een soort oerkanon is. En de tweede laag is dat er dan een paar gekken in Amerika op een bepaald moment een musical van gemaakt hebben. Geen commentaar op de musical, maar wat we wel proberen te doen is hoe kunnen we dat... hoe kunnen we dingen wat abstraheren of een eigen taal invinden. En vervolgens te zoeken van wat betekent dat nu vandaag in Brussel, of wat kan dat vandaag betekenen. Annanace, die Dulcinea speelt, die ook wel uit een klassieke context komt, maar ook heel veel andere dingen doet. Philippe Jordes, die een brelzanger is, een soort charmezanger, basically, in de ogen van een operazanger. Junior Acquetti, die meedoet met Malcolm X, ook die hip-hop zingt en die soul zingt. Soms zeggen mensen, dat gaat wel groot zijn. Ja, 25, 30 man op zijn orkest. Je ziet dan die groep, en het was eigenlijk heel, heel wonderlijk hoe dat die elkaar leren kennen, helpen, en dat dat echt een soort energie teweeg brengt. Dat is een soort van zang die heel veel in Uruguay en in Argentinië wordt gebruikt. Zang, dans. Ja, murga is een volkse traditie uit Latijns-Amerika, waarbij samen zingen en marcheren in de straat en feesten. Fijn, dat komt dan van die dingen. Stel nu dat iedereen zou beginnen met een half uur samen te zingen. Het is de beste oplossing tegen alle vormen van depressie, denkt hij. Is echt, ja. Dat zou me van lachen zeggen, maar het helpt. Gevoel het. Nee. Soms ook een dansje. Dat is van... Met school. Ja, het is mooi. Het is, dat in de eerste plaats. Het doet dromen wel, hè? Ja, dat is wel fijn. Ja, ik ook. Schoon. Ik ben nooit op een bank komen zitten. Je vais tenter de personnifier un homme connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.